Ja, en bij ons intussen ontslagnemend premier Yves Leterme. U bent deze week in het buitenland geweest. Zou de asielcrisis anders zijn aangepakt mocht u in het binnenland zijn geweest, premier? Ik kan het van korter bij volgen, maar ik denk dat het belangrijk is dat we, zoals in het debat door een paar mensen is aangeduid, goed kijken van waar we komen. 2007, opvangwet, en we beslisten eigenlijk het spreidingsplan, de financiële spreiding, niet meer te doen, omdat dat nefaste effecten had voor de grootsteden. Dan zijn we gestart, enfin we, is de politiek gestart met het creëren van opvangcapaciteit. En er is gebleken op een bepaald moment dat er te weinig was, dat de instroom dat die groter was dan de 11.000-12.000 plaatsen die er waren. Vanaf maart 2009 zijn er ongeveer 4.000-5.000 plaatsen bijkomend gecreëerd. Nu stellen we vast dat er eigenlijk nog capaciteit tekort is. We hebben ook gezien dat het mogelijk maken van extra capaciteit, dat dat botst op allerlei moeilijkheden. Verzet van burgemeesters, van parlementsleden ook, die nu klagen dat er geen opvang is. Goed. We hebben dan beslist in maart 2009 om dat anders aan te pakken, iemand daarvoor aan te duiden, meneer De Roo, die dat ondertussen doet. Op basis van zijn plannen hebben we in september dit jaar beslissingen genomen, dus niet gewacht totdat dat in de kranten stond of op tv komt, maar dus aan het eind van de zomer beslissingen genomen over heel de keten. 1. Het beperken van de instroom. We zitten vooral met een particulier probleem in de Balkan. Wij zijn daar zelfs naartoe geweest. Er zijn ook contradencampagnes gevoerd in de Balkan, waardoor die instroom, de bedoeling is de instroom vanuit Kosovo, maar u zegt Albanië, dat u voldoende gedaan hebt, premier, van dat in te perken. Hoe gaat u dat uitleggen aan mensen die op de straat zijn? Een paar mensen opgezet om die ontrading te voeren. Het tweede dat je dan moet doen, als de instroom wordt beperkt, is zorgen dat de mensen die hier toch komen... Zal ik even verdwijnen? Dan kan u rustig gewoon verder doen. Dat de mensen die hier toch komen, ja, daar is dat de camera. Die opgevangen worden. Dat die opgevangen worden totdat hun dossier afgehandeld is. Dus extra opvangcapaciteit, maar langs de andere kant ook zorgen dat dossiers sneller worden afgehandeld. Premier, ik probeer 36 gewoon... mensen extra voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en daarnaast voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Snellere dossierafhandeling. Vorige week op de ministerraad een akkoord met de dienst, tussen de verantwoordelijke minister en de dienst, om ervoor te zorgen dat in plaats van wat tot nu gebeurt, 1100 dossiers per maand worden afgehandeld, maar gaat naar 1400. Dit is echt geen regeringsmededeling, dat moet u toch begrijpen. Waardoor de dossiers sneller worden afgehandeld en dus de opvangcapaciteit minder zal bevraagd worden. Opvangcapaciteit. We hebben beslist om 4500 opvangplaatsen te creëren. Vanaf dinsdag gebeurt dat in kazernes. Vorige week vrijdag hebben er ook 400 beslist in Elsene. En dinsdag moeten we oppassen met vakantiecentra, want dat geeft een verkeerd signaal. Ik denk dat dat terecht gezegd is in het debat. Maar we hebben toch beslist dat dinsdag in Borzé, in Wallonië, 300 extra plaatsen worden gecreëerd. Dus 5000 extra plaatsen inbegrepen in de lokale opvanginitiatieven. En toch slapen er mensen op straat. En dan moet je op het einde natuurlijk ook, wat gezegd is terecht door meneer Plezier, wij moeten ook de uitstroom, het verwijderen van het grondgebied, moeten we efficiënter organiseren. Dus die hele ketenbenadering is in september beslist. We hebben een tiental dagen, 14 dagen vertraging gehad met de beslissing van Bastenaken. Ik weet niet of u dat gevolgd heeft. Waardoor die kazernes 10, 14 dagen later komen. En dus waardoor we de opvangcapaciteit die we nodig hadden, nog niet hebben. Het klopt ook, laatste bemerking, het klopt ook inderdaad dat ons land, internationaal gesproken, door de twee regularisatiecampagnes waar u over het over gehad heeft, en door opvang in hotels enzovoort, de reputatie heeft in het buitenland van iets soepeler te zijn dan andere landen. Daar moeten we ook vanaf. Dank u wel, meneer de premier. Dank u.